Uiteindelijk is digitaal alles om ons heen. Sterk in de e-commerce, maar ook wel sterk in de zakelijke dienstverlening. Door e-commerce hebben wij geen bestaansrecht als fysieke retailer. Ja, dat is gewoon onzin. Een nieuw product ontwikkeld op de engine van Molly. En dat is e-curing. Tijd is het grootste probleem als ondernemer. Leuk dat je kijkt naar deze video van 7DTV, waarin ik in gesprek ga met een rasondernemer. Hij is CEO en co-founder van digital agency Gracious, maar daarnaast nog met veel meer zaken actief. Zakaria Amlal. Zakaria, van harte welkom. Dankjewel. Ja, rasondernemer, best wel, toch? Ja, meerdere dingen doe ik. Ja? En was je eigenlijk, als we nou eens helemaal bij het begin beginnen, als je op de lagere basisschool, was je toen al aan het ondernemen of was je toen nog met andere dromen bezig? Nou, toen was ik wel met andere dromen bezig. Ja. Maar gaandeweg kwam steeds naar voren dat het ondernemen wel in mijn aard ligt. En dat ik daar wel meer passie in kon vinden dan mijn andere dromen. Heb je nog wel iets van een nette opleiding en zo? Ben je nog wel op school een beetje goed bezig geweest? Of ja, zeker. Veel ondernemers die stappen er al snel uit. Ja, één dag geneeskunde, want dat was mijn andere droom. Ah? Letterlijk één dag. Ah, ja. Onderweg naar Leiden en vervolgens retour, of het enkeltje terug. Einde droom. En toen heb ik toch wel mijn passie. Toen was ik eigenlijk al begonnen met ondernemen. Ja. Maar toen zat ik echt in het plagaat van, moet ik dit nou wel doen of niet? Toen heb ik uiteindelijk gewoon gezegd, mijn passie gevolgd en gezegd, ik ga mijn droom achterna. Maar waar komt geneeskunde vandaan dan? Ja, ik wil altijd dokter worden. Ja? Ja, dat komt vandaag de dag niet terug in mijn werk, hoor. Maar zat het in de familie ergens of kwam het gewoon? Ja, wel in de familie. Dus we meerdere artsen. En we wilden op een gegeven moment wel een droom met z'n allen om arts te worden. Maar uiteindelijk moet je kiezen tussen al je dromen. Oh. Dus, en daarnaast gewoon bedrijfskunde. Dat is mijn echte achtergrond. Okay. Dus. Heb je daar wat aan gehad als je nu kijkt als ondernemer? Ik vond het wel leerzaam. Ja? Vooral ook gewoon je denkpatroon, hoe je naar een bedrijf moet kijken en hoe je een organisatie gaat bouwen. Vooral in een later stadium heb ik er wel wat aan gehad. Hmm. Echt gewoon van, hoe kunnen we nu de next step zetten om een goede structuur te zetten binnen de onderneming. Ja. Dat vond ik wel heel erg belangrijk. Echt een organisatie bouwen. Ja, want je houdt van groei. Zeg maar, tenminste, dat als jij... Gezonde groei. Gezonde groei, daar wil ik zo meteen met je over hebben. Want een Deloitte Fast 50-notering. En nogmaals, groei is een van de thema's waar je in ieder geval mee bezig bent. Maar even de positionering van Gracious. Ja, ik kom een beetje uit die wereld, dus ik ken die mediawereld goed. Er zijn best wel veel agencies. Dus dan is altijd de vraag van, en waarin onderscheidt dan Gracious zich, zeg maar, als agency? Ja, ik herken me in het beeld dat er heel veel agencies zijn. Ja. Waar onderscheiden we ons in? Ik denk dat wij een full-service bureau zijn. En dat zeggen er 100 anderen ook. Ja. Maar onze kracht zit meer erg dat we ook daadwerkelijk in elke facet van een opdracht die wij doen voor onze merken, echt daadwerkelijk full-service benadering hanteren. Dus dat is vanuit de marketing, design en development achtergrond. Dus wij verbinden techniek met design, maar ook direct ook hoe kunnen we zorgen dat we wat we doen ook converteert voor dat merk of voor die organisatie. Dus we proberen echt vanuit de full-service benadering die klant verder te helpen. En hoe is het met de klanten gesteld in Nederland op dit vakgebied? Hoe digitaal zijn ze inmiddels? Hoe digitaal volwassen zijn ze? Het is echt zo'n hypewoord om het te hebben over, we moeten iets doen met digitale transformatie en dat soort zaken. Maar ik spreek eerder van digitale integratie. Want uiteindelijk is digitaal alles om ons heen. Ja. Alles wat we doen is digitaal. Dus eigenlijk ook de term full service digital agency moet je eigenlijk niet meer willen hanteren. Want eigenlijk de merken snappen dat digitaal er is en niet meer weggaat. Ja. Maar toch kom ik nog wel dagelijks tegen dat merken het moeilijk vinden om een organisatie dat ze hebben opgebouwd vanuit een klassieke tijd echt daadwerkelijk te positioneren binnen deze digitale tijd. Ja, daar vallen er ook veel om zelfs. Ja. Hè? Ik kijk naar de retail. Want specialiseren jullie je in bepaalde type accounts? Of heb je zoiets van, want wat voor soort klanten werken jullie mee? Het is wel heel breed. Dus we hebben zowel retail, e-commerce, maar ook gewoon klassieke bedrijven. Maar een aantal merken, om die even op te noemen. Dus een AWB, Payroll Select, Box Music, Hunkemuller. Dus wel heel divers. Dus sterk in de e-commerce, maar ook wel sterk in de zakelijke dienstverlening. Oké, okay, ja, want e-commerce is wel een signatuur waar je actief in bent, toch? Ja. Want zeker Box Music ook, als je dat zegt. Dat zijn wel partijen. Ja. Hunkemuller, die snapt inmiddels ook al hoe het spelletje gespeeld wordt. Ja, dat komt eigenlijk van oudsher. Ik denk dat wij 2007 opgericht en 2010-11 kwam een groeispurt, als het ware. En toen begonnen we te werken voor bol.com. En dat heeft op een gegeven moment heel veel deuren geopend om echt iets te kunnen toevoegen voor e-commerce Nederland. Ja. En we bedienen de afgelopen jaren wel een kleine 30% van de top 100 in Nederland. Dus we hebben er heel veel gezien, ja. En hoe moet je nou als retailer omgaan met dat e-commerce geweld? Ik ben een retailer met mijn hart en ziel in mijn winkelpandjes. En dan kom ik bij jou, ningdong. En dan zeg ik, en nu? Ja, ik geloof nog steeds in de fysieke winkels, in de stenen. Dus er wordt heel snel gedacht van, ja,
door e-commerce hebben wij geen bestaansrecht als fysieke retailer. Ja, dat is gewoon onzin. Uiteindelijk heb je bestaansrecht. Het gaat om je product, je propositie. En als je die gewoon goed stevig hebt neergezet, dan is er zeker wel bestaansrecht voor je. Ja. Dat zie je ook met de Coolblue, die alleen maar winkels opent. Ja, hè? Ja, en dat is wel makkelijk om die te noemen nu. Maar als jij gewoon een daadwerkelijk goede propositie neerzet en een toegevoegde waarde hebt met die winkel, ja, dan is er gewoon ruimte voor je. Ja. En dat zien wij bijvoorbeeld ook met de klant van ons, bijvoorbeeld Expert. Die gewoon meer dan 140 winkels heeft. En online heel sterk. En die zegt gewoon, de CEO zei nog 2 weken geleden, zei hij nog heel simpel, als ik mijn online winkel uitdoe, dan merken de winkels het meteen dat hun omzet terugloopt, dus winkelbezoekers. Maar als ik een winkel sluit, merk ik het ook aan mijn online omzet. Het versterkt elkaar. Ja, dat is wat Pieter Zwart van Coolblue ook altijd zegt. En daarom zeg ik ook, het gaat om digitale integratie in plaats van transformatie. Ja. Hoe kenmerk jij de cultuur, want jij bent de CEO. Wat voor soort bedrijf zijn jullie? Wat zijn cultuurelementen waar jij mee speelt? Nou, schets dat eens. Goeie vraag. Cultuur is wel een echt hot topic op dit moment. Je zit met de War of Talent, dus je zit gewoon de vraag, hoe ga je aan goede, talentvolle mensen komen? Dus dan wil je al heel snel inleveren in kwaliteiten, in wat voor type mensen, of in je eigen cultuur inleveren. Maar voor ons is cultuur heel erg belangrijk. We zijn een divers bedrijf. Echt alle nationaliteiten, alle denkpatronen, die komen echt naar voren op de werkvloer. Ook wel internationaal georiënteerd. Dus je ziet ook wel dat we heel veel arbeidsmigranten steeds meer aanbellen, als het ware. Dat gebeurt niet alleen hier in Amsterdam, maar ook echt wel in Den Haag. Dus we zijn een heel erg divers bedrijf. Dus wat wij in ons DNA hebben, is dat we zeggen, we hebben gewoon een open cultuur. Iedereen kan zijn wie die wil zijn. Je kan suggesties doen om je nog prettig op je plek te vinden. Ja. En dat is wat we eigenlijk doen. Ik denk wel jong, maar toch wel gewoon open en met een goede drive de markt. Heel veel bedrijven die kunnen prima een bedrijfje starten. Of tenminste, heel veel jong talent kan prima een bureautje starten. Maar om het uit te laten groeien, in 2016 Deloitte Fast 50. Hoe laat je een klein startend bureautje groeien tot een groter bureau? Hoe doe je dat? Die eerste jaren die waren voor ons, ik noem het altijd, we hebben 3 fases in die afgelopen 12 jaar. Ja. En de eerste fase is echt ontdekken. Van wat is ons businessmodel? Waar zijn we nou goed in en waar kunnen we onszelf in versterken? De tweede fase, dat was denk ik wel een hele belangrijke fase. Daar hebben we ook heel veel groei bewerkstelligd. De FD's, de Deloitte's en dat soort zaken wat je net ook opnoemt. Mm-hmm. En wat hebben we daarin willen vasthouden is gewoon echt onze propositie vasthouden. Dat we zeggen, hier zijn we nou goed in. En dit is waarom klanten voor ons kiezen. En dat was de reden, is gewoon dat we heel dicht op de bal zitten. En dat klanten ons eigenlijk 24/7 kunnen bereiken. En dat we echt voor hen klaarstaan. En dat we zij aan zij het vraagstuk oppakken. En dan zie je gewoon dat het echt vanuit mond-to-mond reclame. En dat je ziet als jij met die ene marketingmanager werkt en die gaat op een gegeven moment na 3 jaar weg, dan zie je dat die weer met je gaat samenwerken. En dat is heel erg belangrijk geweest in die eerste fase qua groei en goede mensen. Hmm. Dat is zonder de goede mensen om je heen ga je het niet redden. Ja. En die kun je genoeg aantrekken? Ja, het is wel echt zoeken. Het is dus wel echt veel werk aan je eigen employer branding. Dus wat bied je nou? Ja, je kan zeggen, je krijgt bij ons onbeperkt vakantiedagen. Of je kan nog 3 andere dingen noemen. Maar uiteindelijk prikken al die kandidaten er doorheen. Weet je? Uiteindelijk snappen ze dat het om meer gaat dan vakantiedagen. Of die mooie MacBook Air of MacBook Pro die ze krijgen. Het gaat om echt daadwerkelijk, wat is nou de toegevoegde waarde die je kan leveren aan zo'n organisatie? En wat biedt het mij in mijn eigen carrière? Mm-hmm. En als je dat goed op orde hebt, dan kan je ze wel vinden. Mm. En heb je een groeistrategie verder? Ik bedoel, want je kan dit als een mooi bruidje gaan laten doorgroeien en dan uiteindelijk de hele hut verkopen. Misschien al wel vaker aan de deur geklopt, want er consolideert nogal het een en het ander in jullie markt, zeg maar. Wat is je strategie daar? Dus die eerste 2 fases heb ik net genoemd. En eigenlijk de derde fase is waar we nu in zitten. En dat is, we hebben op een gegeven moment in 2018 gezegd, we gaan focussen op intern, zorgen dat de organisatie klaar is voor die volgende fase. Ja. Er werd inderdaad genoeg aan de deur gebeld, geklopt of bezocht, als het ware. Ja. En vandaar dat hebben we gezegd, nou, we willen nu ons eigen merk verder uitrollen. Zowel nationaal als internationaal. En ons idee daarbij is om te zorgen dat intern de organisatie klaar is om de volgende stap te zetten. Nou, die fase hebben we achter de rug. Ja. Nieuwe vestiging te openen in onder andere Amsterdam. En later ook nog andere steden. En van daaruit eigenlijk weer die intieme clubje van gewoon creatieve knappe koppen bij elkaar te houden. Dus we willen geen vestiging van 100+ man.
Ze willen het gewoon hubs. Intiem houden, echte hubs, die dan wel de samenwerking met elkaar opzoeken en van daaruit de klanten verder helpen. En zoals wij dat zeggen, gewoon awesome brands naar de volgende level brengen. Okay. En dat is onze focus voor de komende jaren. En ja, hoe dat in cijfers uitgedrukt kan worden, ja, dat verschilt. We hebben daar verschillende gedachten bij. Is het helemaal jouw bedrijf? Ja, ik doe het samen. Ik heb het in 2007 opgericht samen met Suraj Sanjeet. Die heeft een creatief technisch achtergrond. Ja. En vandaag de dag hebben we een directie van vier knappe koppen. Maar bedrijf is van jullie twee? Ja, van ons twee, ja. Het is alles zelf gefinancierd tot nu toe? Ja. Ja, met hard werken. Goed gedaan, hoor. Ja. En dan ben je nog bezig met e-curing. En dat heeft weer te maken met Molly. Leg eens uit. Ja, dat is ook een leuk avontuur. Denk 4 jaar geleden hadden wij een gaaf idee, samen met mijn compagnon. Een nieuw product dat gericht was op subscriptionmarkt. Waarin we daadwerkelijk gewoon zagen dat er echt een trend op de markt is. Vooral wereldwijd op het gebied van alles wat te maken heeft met abonnementen, subscriptions. Ja. Hier in Nederland zijn we van oudsher opgevoed met abonnementen moet je van afblijven. Telefoonabonnement vonden we al heel erg moeilijk. Verplichtingen, wil je dat wel? Maar je ziet in Amerika, alles zit in de subscriptions. Daar hebben wij een heel platform op ontwikkeld. En het gesprek ontstond toen eigenlijk met de founder van Molly, Adria Mol. Toen hebben we op een gegeven moment samen gezeten en samen met de huidige CEO van Molly, Gaston, hebben we eigenlijk gewoon een plan met elkaar bedacht. Een nieuw product ontwikkeld op de engine van Molly. En dat is e-curing. En dat is vandaag de dag wel uitgegroeid tot een heel sterk SaaS-platform. Vier landen is het al tegenwoordig beschikbaar. Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Meer dan bijna 1000 klanten, merchants, die er actief mee werken. Die abonnementmodellen willen verkopen. Ja. Maar wat is het dan meer? Want heeft Molly niet zelf al die extensie gewoon in zijn betaalmodule zitten? Ja, die hebben een API. En wij hebben eigenlijk alles op de schil van die API gebouwd. En je hebt het gewoon gebrand tot een nieuw product. Ja, tot een nieuw product. Ja. Maar je kan daar eigenlijk met een paar drukken op de knop kan je zeggen, hey, ik ga maandelijk schoenen aanbieden. Of ik ga een nieuwe HelloFresh beginnen. Ja. Of een swapfiets. Ja. Of een e-bike concept. En je ziet wel, vooral ook in die mobiliteitshoek, ja, dat gaat sky high. Je ziet gewoon, onlangs zag je een nieuwe e-bike concept dat gelanceerd wordt hier in deze regio. Die start met het platform, is binnen een week up and running. En die zit nu al een paar duizend abonnementen. Ja, dat is gewoon heel gaaf. En dat... hey, en CEO is ondernemers ook focus, zeg maar? Ja. Dit zijn twee merken. Ja. Is dat een probleem met jou of is dat goed te managen? Of hoe zie je jouw persoonlijke rol, zeg maar, nu en in de toekomst? Tijd is het grootste probleem als ondernemer. Ja, ja. En focus is heel erg belangrijk. Dus je moet weten hoe je met je tijd omgaat. En als je een goed dagschema hebt en gewoon een planning voor jezelf, dan kan je eigenlijk elke merk wel de juiste aandacht geven. Mm-hmm. En daar haal ik mijn energie uit. En dat ben ik gewoon heel eerlijk in. Dus als je me nu zou zeggen, je moet kiezen, vind ik dat heel lastig. Want die zijn eigenlijk mijn twee kindjes waar ik gewoon heel veel energie uit haal. Ja. Buiten mijn kinderen die thuis ook heel veel aandacht van mij nodig hebben. Krijgen ze genoeg aandacht thuis? Ja, uiteraard. Ja? Elke avond breng ik ze nog netjes naar bed. Want elke ondernemer moet naast, heb ik al eens geleerd, en naast familie en zo, nou dat heb je. En werk, moet je ook niks van een passie daarnaast hebben. Iets waar je echt, waar je staat van gaat kwispelen en zo. Heb jij dat ook? Naast mijn werk? Nou, ik denk dat het echt. Ik haal naast mijn werk, waar ik mijn energie uit haal, is dat mijn gezin. Ja, dat is het. Dus gewoon echt op pad, gewoon met die kids en met mijn vrouw in het weekend. Daar haal ik heel veel. Je hebt verder geen hobby's en zo. Ja, als dat. Weet je, van voetbal tot aan tafeltennis. Ja, dat maakt me echt niks uit. Maar tijd, hè? Dus dan ga je weer keuzes maken. Waar haal je energie uit? Nou, dan is het toch mijn gezin. Ja, en je werk. Ja, en mijn werk. Ja, zoals dat het cliché heet, werk is hobby, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een beetje zo. Ja, dan hou je de meeste energie eruit. Ja. Kijk, wanneer het voor jezelf geen passie erin zit of een hobbymatig iets lijkt te zijn, dan ga je gewoon vastlopen qua tijd. Dankjewel voor dit gesprek. En heel veel succes komend jaar met zowel Gracious als e-curing. Ja, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op 7dtv.nl. Denk je nou, dit vond ik een leuk gesprek, wil ik er meer van zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Voor nu, dankjewel. Hoi!